Eerste wedstrijd van het seizoen. VK uit. Ik denk, oh, de ranglijst bekijkt CSV. Maar het liep toch een beetje anders. Ja, nou ja, ik denk de wedstrijd met twee gezichten. Eerste helft laten wij ons gewoon volledig aftroeven. We proberen te voetballen op een veld waar je gewoon niet op kan voetballen. Zo simpel is het. Dan kun je zeggen van ja, voetbal moet op gras gespeeld worden. Ja, dat klopt. Maar dan moet, dan moet de bal wel rollen. Dus ik heb ook in de rust gezegd, jongens, hier valt niet te voetballen. Volgens mij maken we de 1-3 uit. Gewoon een op goed gelukbal naar voren en die valt goed. Ja, zo gaan we de tweede helft maar voetballen. 3 achterop, 4 op midden, ballen rapen. En dan moet je maar kijken of het goed valt. Klopt, het veld is net een weiland waar net de koeien van afgejaagd zijn. Dat klopt, het is drama. Maar ja, daar hebben we 2 teams mee te maken natuurlijk. Maar de eerste helft was qua jullie, qua instelling, motivatie. De tweede helft denk ik van, hey, de CSV die wil nu hè, met druk erop. En dat was de eerste helft niet het geval. Ja, een beetje, dan lijkt het vaak flats, maar we zijn gewoon bij iedere tweede bal winnen we niet. We rapen geen ballen op, we komen 2 passen te laat. En dan wordt vaak gezegd, ja, ze willen niet. Ja, ze willen wel, maar ze voeren hun taak niet goed uit. Je moet ballen rapen. En dan kom je aan het voetballen. En jezelf zijn we gewoon volledig, waren we niet thuis. Komen we overal 2 passen te laat. Ja, dat heb ik in de rust proberen aan te geven. En ja, ik denk, kwartje valt de goede kant op. Maar als ik dan die 4-3 kijk, jongens, aan de zijkant. Dat is geen schouderduw, dat is gewoon een overtreding. Dan moet hij voor fluiten. Ja, weet je, ik ga niet excuses zoeken, maar ja... Nee, ik ben het met je eens. Op een gegeven moment van de eerste helft van de VK, om maar zeggen, de overhand hebben. Net, jij zegt net een stap te laat, CSV. Scheidsrecht is wel heel bepalend in de wedstrijd. VK. We hebben de scheidsrechters tegen gehad, maar we hadden hem vandaag absoluut niet tegen. Mij werd er ook duidelijk hens gemaakt in de 16. Nou ja, zonder deze kant, dat heb ik niet kunnen zien. Misschien van jullie kant beter, maar daar hebben we mee te maken. En, ja, het is het niveau waar we op voetballen. Laten we gewoon eerlijk zijn. Dat bedoel ik. En, nou ja, voor de rest wensen jullie. Prettige competitie en succes voor de rest van de wedstrijden. Ik hoop dat je goed mee opdraait.